het is verschrikkelijk, maar het moet. Dit is Kiek op de Week, waarin wij twee kandidaten testen op hun kennis van een foto van de afgelopen week. Mag ik de eerste kandidaat? De eerste kandidaat die wij beroeten, dat is Eef. Eef, kom er eens bij. Eef, wat is je beroep? Hersenchirurg. Nog op vakantie geweest, Eef? Nee. Fijn. Eef, wij gaan Kiek op de Week spelen. 1000 gulden in de pot. Kijk goed, hier komt ie. Wie zijn dit en wat vieren zij? Denk rustig na, Eef. Is dat niet die voetballer die dat contract, die Deen, die contract wil met Denemarken? Ja? Helaas, helaas, helaas. Je hoort het, Eef. Fouten kijken op de Kiek. Helaas, helaas. Zit er niet in. Eef, even. Wat had je gedaan met die 1000 gulden als je die had gewonnen? Ik denk een paar schaatsen. Heel sportief. Eef, je was een fijne kandidaat. Fijn dat je er was. Wel bedankt. Dag, Eef. Mag ik de volgende kandidaat? En wij begroeten als tweede kandidaat Lex. Lex, wat doe jij voor de kost? Niets. Bij een groot bedrijf? Nee, gewoon thuis. Fijn. Lex, wij gaan voor 1000 gulden Kiek op de Week spelen. Daar komt-ie. Kijk even heel goed. Wie zijn dit en wat vieren zij? Rechts staat Linda de Mol, die is 28 jaar. En links staat Kees en Daas, die is 51, maar dat schrijf je met een C. En die heeft een leesbril om. En dat is rechts sterkte plus 5 en links sterkte plus 4. En zij vieren met een glaasje champagne. Maar dat is eigenlijk methode champagne van Jalabert. Dat Linda de Mol, die draagt een boekpak van Pierre Courtage, dat die voor 5 jaar een contact heeft getekend met de Tros ter waarde van tientallen miljoenen gulden, dankzij haar broer John de Mol. En dit is een exclusieve foto van Theo Tabiel uit de Telegraaf van afgelopen donderdag. Je hoort het, Lex. Je hoort het. Een knappe kop die deze Kiek bekeek. Gefeliciteerd. Ja, helemaal juist. Dankjewel. Vanwaar al deze details, Lex? Ja, het is een gave. Ik heb als kind heel lang bronchitis gehad. Vandaar. Lex, wij zien jou terug voor 2000 gulden in de tweede ronde van Kiek op de Week.